Hoi, ik ben Nick Borgman, ik ben 16 jaar en ik keep bij PEC Zwolle A1. Hallo, ik ben Kevin Borgman en ben 14 jaar en ik speel in PEC Zwolle C1. Hoi, ik ben Jordi Borgman, ben 11 jaar en keep in PEC Zwolle D2. Keepen, dat is de grootste passie van Nick, Kevin en Jordi Borgman. De broertjes uit Dalen zijn er behoorlijk goed in. Ze spelen alle drie in de jeugd van PEC Zwolle. En dat zie je niet vaak. Ja, het is heel apart. Mijn vader was eerder al een hele goede keeper. Maar die is niet echt ver gekomen. Die is veel bij de amateurs gespeeld. Mijn vader, daar is bij begonnen. Die ging als eerst keeper. Gaat hij dan ook heel vaak met jullie trainen bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Nee, hij is heel vaak weg met de vrachtwagen. Wat vind jij zo leuk aan het vak keeper? Ja, je bent een belangrijke persoon op het veld. En dat vind ik juist zo leuk. Hoe lang keep je al bij PEC? Dit is mijn eerste jaar. Hoe ben je hier terecht gekomen? Via mijn broers. Maar wie van de broertjes Borgman heeft nu eigenlijk het meeste talent? Nou, ik vind mezelf het beste natuurlijk. Ik heb dus ook nog een broertje, Kevin. Is dat nou een goede keeper? Ja, dat vind ik wel een goede keeper. Maar hij moet, persoonlijk moet hij wat veranderen. Maar dat komt allemaal wel. Wat voor vlak dan? Gewoon het omgaan met de andere mensen en dat soort dingen. Maar ja, dat leert hij vanzelf wel. Hey, jongere broertje, wat vind je van zijn keeperswerk? Ja, hij doet het heel goed, maar hij moet nog wel even wennen aan het niveau. Wat vind je van je broers? Vind je dat goede keepers? Ja, heel goed. Vooral mijn grootste, die doet het heel goed. Nick Borgman heeft al een paar keer aan het profvoetbal mogen ruiken. Tijdens de wedstrijden tegen PSV en Vitesse zat hij al op de bank als reservekeeper. Ja, dat was echt wel mooi. Leuke ervaring, gewoon met de jongens en een stapje hoger. Dat wil je graag. Jouw broer die zit nu heel dicht tegen het profvoetbal aan. Droom jij daar nou ook van? Ja, ik wil ook heel graag profvoetballer worden. En waarom? Nou, ja, ik kan veel geld verdienen. En ik vind ook voetbal zelf ook leuk om te doen. Wil jij later ook profvoetballer worden? Ja. En waarom? Nou, je verdient ook veel geld. En het is wel leuk. Gaat het allemaal om het geld dan? Nee, dat niet. Het gaat ook om leukheid. Hè? Dat gaat voor. En nou zou het natuurlijk het leukste zijn als je met je broertjes in één team kan voetballen. Maar dat kan natuurlijk niet bij jullie. Nee, klopt. Bij ons is dat wel apart. Dus we zitten soms wel aan tafel na te denken van hoe dat later zou gaan. Van wie waar speelt. En als we bij elkaar in een team komen, dat weten we niet. Nee. Misschien het Nederlands elftal, de eerste, tweede en derde keeper? Dat zou hartstikke leuk zijn. Geen slecht idee ook.